Nou, van harte welkom allemaal bij deze videoboodschap van mij, van Gerda. Ja, dit is echt een heel mooi en waardevol moment van mij. Want dit is het officiële moment dat de zielsrouteplanner geboren gaat worden. De lucht in kan gaan, dat ik mijn gedachtegoed uit de zielsrouteplanner nu officieel met jullie kan gaan delen. En ik deel dat dus ook speciaal als eerste met jullie, de vrouwen uit het netwerk van Vrouwenverbinding. Een aantal van jullie hebben mij daarin ook op de voet gevolgd en dat vind ik ontzettend leuk en daar ben ik jullie onwijs dankbaar voor. Ik heb ook van een heleboel van jullie al van tevoren een e-mail ontvangen dat jullie als eerste informatie per e-mail willen ontvangen. Nou, op het moment dat ik dit filmpje plaats, hebben jullie, de vrouwen die dat van tevoren hebben aangegeven, allemaal al een e-mail van mij ontvangen. Dus mocht jij om informatie gevraagd hebben, kijk in je e-mailbox. Mocht je informatie aangevraagd hebben en je hebt de informatie nog niet ontvangen, dan is er wellicht iets misgegaan. Dus mail me dan alsnog. De zielsrouteplanner. Op 9 juli is het idee geboren. En dat is als volgt gegaan. Op 8 juli had ik een gedachte dat ik voelde dat ik het weer heel fijn vond om een mooi nieuw product te ontwikkelen. Vorig jaar heb ik een traan op mijn wang geschreven, mijn autobiografie. En dat was ook een heel diepgaand proces, omdat het ook gaat over mijn leven. En op 8 juli voelde ik wil weer iets heel moois ontwikkelen. Iets moois, helemaal vanuit mezelf, maar waar ik de vrouwen... Ja, mee van dienst kan zijn, waarin ik een stukje innerlijk leiderschap bij jullie kan losmaken, waarin ik kennis en wijsheid kan delen, maar vooral ook gevoel kan delen. Dus op 8 juli heb ik mij daar even in alle rust op afgestemd en gevraagd aan het universum, zeg maar. Ik wil heel graag iets moois ontwikkelen. Ik sta open voor inspiratie en een inzicht. Nou, 9 juli zat ik in de tuin. En toen las ik in een happiness magazine, dat vind ik altijd prachtige boekjes. En toen werd ik erg getriggerd door het woord ziel. En toen ineens wist ik het en dan heb ik het op een blaadje geschreven. Ziel, ik wist toen nog niet dat je schrijft ziels, maar toen heb ik opgeschreven zielrouteplanner. En ik wist niet precies wat ik ermee zou gaan doen, maar ik wist wel dat ik er iets mee zou doen. En ik wist ook dat het iets zou zijn waarin jullie... een jaar lang mee op reis kunnen. Op reis, een reis in jezelf. Een vorm van een soort reading. Met een reading ben ik afgestemd op jou, op jouw energie. Krijg ik ook leiding van spirituele energie. Ik voelde dat het iets heel bijzonders mocht zijn. En dat idee is gevormd. En wat ik bedacht heb, is een zielsrouteplanner. En iedereen die een zielsrouteplanner gaat aanschaffen, die krijgt van mij een heel mooi document met een hele mooie vormgeving. Dat heeft mijn dochter Janine voor gezorgd, Janine Kraaienveld. Het is een heel mooi document. Het is een soort boekwerk wat je digitaal krijgt opgestuurd. Er zit een welkomstboodschap in, er zit een inhoudsopgave in, er zit een afsluitende boodschap van mij in. Maar bovenal zitten daar 12 persoonlijke zielskompassen in. Ik heb de afgelopen, tussen 9 juli en afgelopen zondag heb ik dat afgerond. Dus toen was het, ik denk 26 november, heb ik in die tijd 55 zielskompassen geschreven. Met hele mooie thema's, uiteenlopende thema's. En als jij besluit een zielsrouteplanner aan te schaffen, dan stem ik intuïtief op jou af. En dan krijg jij 12 zielskompassen die opgenomen worden in dat zielsrouteplanner document. Voor elke maand een ander zielskompas. En elke maand heeft ook, de hoofdregel is de zielscode. Dus je krijgt 12 zielscodes, 12 zielskompassen, wat samen de zielsrouteplanner maakt. En ik heb ook bedacht, je gaat dus als jij hem nu in december bestelt, dan kan jij in januari en dan 12 maanden vooruit. Maar als je hem in juni bestelt, kan ook, dan is jouw eerste maand juli. Dus het is niet per se een 2018 product voor een jaar. Je kan er op ieder moment mee starten. Maar ik heb ook bedacht om bij ieder zielskompas, ook bij iedere maand een hele mooie oefening met jullie te delen. Of een soort training of een uitnodiging tot een ritueel.
Dus wat je kunt doen, is elke maand je een maand lang verdiepen op dat betreffende zielskompas. En daar dat nog meer verdiepen met een inwijding of met een oefening of met een ritueel. Dit is een product voor vrouwen die zich echt meer willen verdiepen. Verdiepen in zichzelf, verdiepen in een stukje groei, een stukje bewustwording, maar ook een stukje spirituele verbinding. Nee, je hoeft niet zweverig te zijn om dit aan te schaffen. Ik noem mezelf ook niet zweverig. Je moet echt openstaan voor groei en je moet bereid zijn om elke maand een nieuw zielskompas te pakken. En ook elke maand de oefening erbij te gebruiken, te gaan verdiepen. Dat hoeft niet. Maar dan ga je echt 12 maanden lang op reis. En er zit ontzettende mooie energie op dit product. Zondag heb ik het afgerond en daarna besefte ik ineens wat er gebeurd is. Want ik heb zomaar om inspiratie gevraagd. En een aantal maanden later heb ik 55 zielskompassen geschreven. Er zit heel veel van mijn eigen energie in. Want ik kan niet iets schrijven wat ik niet zelf heb meegemaakt of niet zelf verwerkt heb. Dus na zondag heb ik ook diverse momenten van echt van ontroering gehad. En van emotioneel worden. En me beseffen, maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal? Hoe is dit mogelijk dat ik dit in zo'n korte tijd zoiets diepgaands heb kunnen neerzetten? En ik heb hier de afgelopen week mijn pioniersgroep gehad. En daar ben ik al 2 of 3 jaar met sommige vrouwen mee onderweg. 3 jaar al. En als cadeau heb ik hun allemaal 1 zielskompas gegeven. En ze hadden zelf aan de hand van een getal doorgegeven, kwamen er desbetreffende zielskompassen voor deze vrouw uit. En ze hebben ze hier 1 voor 1 voorgelezen. Nou, en ik lieg niet als ik zeg dat de vrouwen echt tot tranen aan toe ontroerd waren voor hoe treffend de boodschap binnenkomt. En op het moment dat het je raakt, dat het je ontroert, ja, dan zit je al bij je ziel of dan zit je bij je hart als het woord ziel lastig voor je is. Ja, en dat was ook een moment dat ik dat heel erg, dat heeft mij heel erg geraakt en geëmotioneerd. Want ik heb echt keihard gewerkt de laatste tijd. Omdat ik dan vanuit een innerlijk weten voel dat dit ook mijn taak is om dit product te hebben mogen maken. Niet moeten maken, mogen maken. En daar ben ik zo in ondersteund. Ja, dat kan je aan mij zien. Dat raakt mij tot in mijn kern. Nou, het is vanaf nu verkrijgbaar in de webshop. Nogmaals, de vrouwen die gevraagd hebben om als eerste informatie te krijgen, hebben deze informatie in hun mailbox al gehad. Het is een prachtig product. Je kunt het ook zien in de vorm van een jaarreading. En je kunt er op ieder moment mee starten, of in januari, of in februari, of in april. Het is niet zomaar een document. Het heeft een hele hoge waarde, een emotionele waarde, een spirituele waarde, maar ook een waarde voor een stuk training voor jezelf. Ja, wat kan ik er nog meer over zeggen? Vanaf januari zijn de zielskompassen ook los verkrijgbaar, dus de maandkompassen. Want ik weet ook dat niet iedereen misschien in staat is om dit voor zichzelf aan te schaffen. Als je echt voelt dat je het heel graag zou willen en je hebt niet de middelen om het aan te schaffen, ja, dan hoop ik dat je begrijpt dat ik er wel iets voor, dat daarin iets een mooie balans moet zijn. Maar als je dit echt voelt dat je het heel graag wilt hebben en je kunt het je niet veroorloven, ga dan over je schaamte heen en stuur me een bericht. Dan gaan we kijken hoe ik dat kan oplossen. Via de linkjes die ik zo ga plaatsen, kan je rechtstreeks nalezen, nog verder lezen wat de zielsrouteplanner voor je kan doen. Je kunt hem ook rechtstreeks in de shop bekijken. En op het moment dat je aanvraag binnenkomt, op volgorde van binnenkomst ga ik de zielsrouteplanners schrijven, samenstellen aan de hand van die 12 kompassen die voor iedereen anders zijn. Ik wil er geen haastklus van maken. Dus het kan zijn dat er een wachttijd is misschien van een paar weken. Maar dat is dan zo. Het kan ook zijn dat je hem wel al eerder ontvangt. Op het moment dat ik dit inspreek, kan ik dat nog niet goed inschatten. Maar je krijgt hem en het komt goed. En weet, je moet er misschien eventjes op wachten. Nog een paar dagen of een paar weken. Maar weet dat je een prachtig mooi document krijgt. Wat
echt, ik heb met hart en ziel heb ik het gemaakt. Ik heb het met liefde gedaan. En ja, ik ben alleen maar heel erg dankbaar dat ik het heb kunnen doen en mogen doen. En in 2018 ga ik er nog meer mee doen met dit product. Want uiteindelijk wil ik het ook echt in een tastbare vorm gaan neerzetten. Maar dat kan wel weer eens een project zijn voor eind van volgend jaar. Want ik kan ook niet alles tegelijk. En ik ga ook nog eens in maart mijn boek verder schrijven. Als je het aanschaft, ja, dan stap je in een hele mooie wereld. Je stapt in een hele mooie energie. En onbewust ben je dan ook verbonden met andere vrouwen die de Zielsroute Planner aanschaffen. Ja, dat brengt mij alweer op een idee. Maar dat weet ik nog niet precies. Daar kom ik later op terug. Ik doe daar nog even geen uitspraken over. Maar in ieder geval zal ik regelmatig op Vrouwenverbinding iets over de Zielsroute Planner blijven schrijven. Waardoor jij, als je de Zielsroute Planner aangeschaft hebt voor jezelf, ook daarin je ervaringen kunt delen. En ook met andere vrouwen. Dus, ja, ik hou ook dit product in verbinding. En ook op YouTube wordt dit ondersteund. Ja, door mij dan. Maar op YouTube heb ik een mooie muzieklijst voor de Zielsroute Planner. Dus muziek die ik veel heb gedraaid tijdens het ontwikkelen van de Zielsroute Planner. Die blijf ik ook updaten, die lijst. Want ik ga hiermee verder. Ja, ik hoop dat jullie het enthousiast ontvangen. En kijk vooral op de linkjes voor de details. Voor het bedrag wat ik ervoor ga vragen. En voor je andere details. En eventjes geduld. Als je hem aanvraagt via de webshop, krijg je automatisch berichtje. En weet dan dat de wachttijd, ja, ik schat in van een paar dagen tot een paar weken. En het is echt mijn doelstelling om iedereen in december de Zielsroute Planner te kunnen sturen. Iedereen die hem in de eerste fase aanvraagt. En hoe eerder je hem besteld hebt, hoe eerder je hem zal hebben. Maar ik verzeker je, ik ga er geen haastklus van maken. Dus elke Zielsroute Planner, voordat ik op de verzendknop druk, heb ik me helemaal afgestemd op je energie. En krijg jij die 12 zielskompassen in combinatie met 12 mooie oefeningen die echt bij je passen. Nou, het is voor mij echt een, ja, ik ben hartstikke dankbaar. En ik val in herhalingen, maar ik wil jullie gewoon met jullie delen dat het niet vanzelf is gegaan. Dat het mij ook heel diep heb geraakt om dit te ontwikkelen. En dat ik daarin ook hele stukken bij mezelf die ik verwerkt heb, of soms weer eventjes naar voren komen. Ja, dat is iets bijzonders. Dat kan je alleen maar zelf meemaken om het echt te begrijpen wat ik bedoel. Maar toch weet ik dat jullie me begrijpen. Nou, ik wens jullie een heel mooi weekend. Heel mooie decembermaand. Er gaan in december nog meer mooie dingen gebeuren. Want Vrouwenverbinding bestaat 20 december ook 5 jaar. Dus er gaat in december komen er nog mooie updates over het 5-jarig jubileum. Wat 20 januari wordt gevierd. Ja, ik weet, wat zal ik wel zeggen, over de Zielsroute Planner in mijn leven. Vanaf het moment dat je je zielspad gaat vinden en daar ook trouw aan bent, ja, dan wordt het leven niet makkelijker, maar wel mooier en waardevoller. En dan krijg je zoveel energie van de dingen die je mag ontwikkelen. Nou, daar gaat de Zielsroute Planner over. En de Zielsroute Planner is een handvat, een heel mooi handvat om jou dichter bij het pad te brengen waarom jij hier bent op aarde. En nogmaals, ik heb dat vanuit alle aardse, met mijn benen in de klei, zeg maar, op de grond ontwikkeld. Maar wel met een enorme verbinding met alles wat er meer is tussen hemel en aarde. En als daar een goede balans is, ja, nou, die is er bij mij. Dan ga je de mooiste dingen, ja, waarmaken in je leven. En dat gun ik jullie allemaal toe. Ik dank jullie allemaal voor jullie aandacht. En nou, dank jullie wel. Dag, tot ziens. Fijn weekend.